Ik heb een mededeling. Mijn mededeling is dat ik ga verwisselen van kanaal. En ik heb hier lang over gedaan. Maar als viering dat ik naar een nieuw kanaal ga, dan ga ik allerlei dingen laten zien. En deze dingen die ik nu ga laten zien, dat ga ik op mijn nieuw kanaal laten zien. Hoe maak je dit allemaal? Oké, ja, daar gaan we. Als eerste. Het park. In het park heb ik dit allemaal gemaakt. Een boomhut. Een kampeerplekje. Hier heb je een pannetje die op het vuur kan. Een klein boompje. Hier heb je bijtjes bij de bloemen. En hier heb je een museum. In het museum heb je hier dus mijn zusje. En de professor. Professor weet veel over deze soort bij. En dit skelet van een gorilla. Hier zie je ook de bij in het park. Dus dit hoort een klein beetje bij elkaar. Over het park gesproken. Deze groene onderkant wordt ook gebruikt voor straks het voetbal. Het voetbalstadion. Maar dit groene plaatjes kan je kopen samen met een boek. Dit boek wil ik ook even laten zien. Kijk maar. Dit is het boek. De wereld van Plus, echt opzoeken. Er staan allerlei handige tips in. Hier. Zoals dit. Hier, basistechnieken. Maar ook gewoon, hoe maak je gigantische ananas? En hoe maak je bijvoorbeeld dit fruitkraampje? En zo kan je dus echt alles maken. Zoals deze bus. Poppetje die hier staat te wachten. Een schommel. Hier laten ze zelfs zien hoe je een hele trein maakt. Maar dat vertel ik straks meer over. Door naar de dierentuin. Ik heb hulp van iemand gekregen. Daar ben ik blij mee. Om dit te maken. Ik heb hier dus de dierentuin. Straks doe ik een showcase naar degene die me heeft geholpen. Maar dus hier, als je goed kijkt, zie je een pinguïn. Twee babytjes er ook nog bij. Gewoon een poppetje en nog een poppetje. Dit ben ik trouwens. Leuk toch? En we hebben hier... dit ga ik ook uploaden op mijn kanaal. Erg speciaal, want het is een klein iglootje. En het heeft echt, als je goed kijkt, een ingangetje. Dus dat is nou zo leuk aan deze iglo. En die heb ik erbij gezet, zodat de pinguïns iets te doen hebben. Pizza. Een pizzeria. Ja. Het is nog niet officieel, want ja, we hebben één medewerker en twee pizzamotors. Wel fijn dat ze dus wel pizza kunnen bruimen. Voetbalclub. Dit is echt leuk, want we hebben hier dus een voetbal. We hebben hier een kastje. Dit is extra. Dus met een trofee en twee balletjes die hier nog bij liggen. We hebben ook een goal en een keeper en een speler. En een aanvaller. Dan gaan we door naar de laatste. Deze twee zijn samengevoegd. Want dit is dus een winkel. We hebben hier gewoon spullen neergelegd. En dit is onze winkel. Dus een drankje voor tegen de prik van de bij. Dit is gewoon een flesje spa-water. En als laatste, als je wil picknicken, hebben we picknickmandjes. Oké. Hierna, omdat onze stad... Ik, burgemeester van de stad, moet natuurlijk wel goed weten wat mijn stad wil. En het eerste wat we willen is dat alles schoon blijft. Dus daarom hebben we hier een vuilnisteam. Een heel team zelfs. En dat laatste is een klein postmotortje. Dit postmotortje heeft er dus ook opslag voor een... Lek. En het coolste wat ik wil laten zien is, want dit is niet het postmotortje. En als je goed kijkt, kan hier een klepje open. En hier zit dus gewoon een rood tijdschriftje in, dat de post nu aan het bezorgen is. Dus dat is wel chill. En dan hier de showcase. Maar oké. Hier is Emily, een vriendin van me. De meeste kijkers kennen haar wel, want het zijn bij de klasgenoten van me.
De anderen kennen haar niet. Maar dit is dus Emily. Zij heeft me geholpen met de dierentuin. Ik ga trouwens over face reveals gesproken, want zij heeft hier nu een face reveal gedaan. Maar mijn face reveal komt bij de 1000 subs. Is iets te veel gewaagd misschien, maar... Misschien iets minder. Ik maak plus plus video's en dan heb je niet echt een face reveal nodig ervoor. Ja. Maar vlogs, bij vlogs dan... Ik ga beginnen trouwens, als ik face review heb gedaan, ga ik beginnen met vlogs. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar dan hebben we hier een hele stad. Vuilnisteam, winkel, voetbal, pizzeria, museum, post, museum en park. En park. En dit gaan we dus op mijn nieuwe kanaal laten zien. Op mijn nieuwe kanaal laat ik nog 2 extraatjes laten zien. Want jullie weten hoe je pokeballs maakt van mijn video en Balbazar. Maar je hebt dus nog een haai. En nog een Pokémon. Charmander. Waarom niet? En als laatste echt iets keikoels laten zien. Even wat donker maken. Dat ziet er leuk uit. Hier is Boyfriend and Girlfriend van de game Friday Night Funkin'. Met een microfoontje voor Boyfriend. Dit is aan de game. Ik heb Girlfriend ook echt op een box van neergezet. En ik hoop dus dat Boyfriend gaat winnen. Nou, dat waren dus alles dat ik wou showen. Dus een game ga ik namaken. Nog een uitstandje, een high en een Charmander. En natuurlijk de hele city. Maar echt, echt heel erg bedankt voor jou, Emily. Bedankt. Alsjeblieft. Dan gaan we dan. Doei doei.